Janosek. Een van de smaakmakers in deze play-offs tot nu toe. En daar is hij bijna weer. Martina en dan weggehaald. Oef. Het geluid heerlijk. En niet voor Janosek. Want die had gehoopt dat hij erin zou vliegen. Ja, Van Hooydonk ook wel eens een vrije trapje erin draaien. Ingespeeld op Janosek, die een steeds vrije rol aan het opeisen is. Weg van die linkerkant trekt. Lucassen. Kuipers. Zo op de voorzet. Dat is niet gek bedacht hoor! Haugen kopt hem erin en NAC leidt. Met Tankok en Kuipers. Dit is toch een bal waarvan je denkt, die legt hij terug. Maar hij draait hem in één keer met links erin, Kuipers. Konings, Bezuijen. Is dat Hens? Is dat Hens? Hij geeft een corner. Bezuijen is woest. Machtegaal zegt, jongens, we hebben een VAR. Ook hier in deze ronde van de play-offs. Martin van der Kerkhof om precies te zijn. Ja, de arm is niet langs het lichaam. Alles wordt bekeken, alles is bekeken. Op 11 meter. Wat een druk. Maar het is 1-1. Weer Bezuijen. Haugen 3, hij 3. Hardeveld draait hem goed en het is geen doelpunt. De spelers van Emmen op de bank staan al in het veld. Het is wel een doelpunt. Nee, het is een vrije trap. Ik denk even, hoe kan hij die bal nou? Hij wijst naar het midden, maar hij wijst blijkbaar voor een vrije trap. Hij wacht op het fluitsignaal. Er werd daadwerkelijk even gevierd door Emmen, die ook dachten, hey, die bal zit er dan toch in. Ja, volgens mij ruim niet zelfs. Echt geen sprake van. Ja, dan komt hij er misschien uiteindelijk wel in. Maar omdat het een overtreding van Pauwels is. Dan is het afgelopen. Het eindigt in 1-1. En daar zal Emmen denk ik het meest tevreden mee zijn. Haugen en Bezuijen scoren. Ongelukkig, maar wel een terechte penalty natuurlijk voor Emmen. 16:30, zaterdagmiddag, het vervolg.